Het is gebeurd voordat je er erg in hebt, ook zonder afleiding van een mobiele telefoon. En daarom wordt er nog steeds heel erg veel bekeurd voor niet-handsfree bellen. Overal en altijd. Hier komt ons bellend voorbij. Zelfs, ja, u hoort het goed, zelfs als je al bellend een parkeerplaats op komt rijden, op zoek naar je vrouw, die zich met haar gezelschap ergens in de buurt moet bevinden. Dat wordt dus even zoeken, maar met behulp van de begeleiding aan de andere kant van de mobiele lijn, zou dat toch moeten gaan lukken. Ja, gaan we doen. Ik heb hier parkeren hier. En maar online. Wacht, knokken, we stoppen even. Hij telefoneert nog altijd. Oh nee, 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 niet meer. Nu stop aan de voorzijde. Ja, ik sta aan. Maar voordat de vrouw gevonden is, komen wij er even tussen met een vervelende mededeling die een voor deze bestuurder buitengewoon onaangenaam prijskaartje met zich meebrengt. Deze opnames zijn vorig jaar gemaakt en toen kostte deze overtreding dus nog 10 euro meer dan nu. 140 euro. Nee, toen kwam u erop rijden. Ja, klopt. Toen was u druk aan het bellen. Ja, ik werd net heel kort door mevrouw. Mevrouw stond daar en ik normaal gesproken hek niet, want ik heb ook een wagen met een car-kit erin. Ja. Maar ik had hem even opgenomen van waar ze staan. Dus ja. Dat was de bedoeling. Dus daar, ja. Daar staan ze. Sorry. Het kost u wel een bekeuring. Oh ja? Nou, dat vind ik een beetje kinderachtig. Ja, goed, dat mag je vinden. Dat het allemaal maar een klein stukje is en dat iemand op moet halen. En, het zijn juist die kleine stukjes. Jawel, maar normaal gesproken doe ik het nooit. Ik heb ook dat kan ik niet controleren. Nee, nee, maar maakt ook helemaal niet uit. Ik ga er ook niet eens kussen. U hebt gelijk, dat is niet zeker. Ja. Maar ik heb zelf ook een auto in de zaak. Ik heb daar ook een car-kit in. Normaal gesproken. Normaal heb ik hem ook nooit bij me. Ja. Maar nou, in dit geval toevallig wel. Ja, u weet dat het niet toegestaan is. Toch nee, doet u het. Ja, dan moet u de consequenties ook aanvaarden. Ja, oké. Okay. Heeft u rijbewijs bij? Ja, dat is een dure bekeuring. 140 euro staat daarvoor. Nee. Ja, dat is gewoon het wettelijke bedrag wat daarvoor staat. Nee, joh. Want 140 euro is het bedrag wat normaal gesproken van een hele goede car-kit. Ja, maar goed. Dit... Ja, ik bepaal het bedrag niet, hè. Laat dat even voorop staan. Maar goed, dat wil niet zeggen. Ja. Een stukje draad van 10 euro of 5 euro op de markt is vaak goedkoper. Ja, dat weet ik. Maar ik heb zelf nog nooit bekeuring gehad. Dat is de eerste bekeuring die ik geloof ik krijg. Maar laat het de laatste zijn dan in ieder geval. Hè? Ja, 140 euro, jongens. In tegenstelling tot andere bestuurders, die er nog wel eens makkelijk over lijken te denken, is deze bestuurder goed ziek van de bekeuring. En daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen, want hij was wel heel dicht bij de plaats van bestemming. Maar ja, de wet kent geen pardon. De bestuurder legt nog even uit wat er gebeurd is. En de groep laat weten wat ze ervan vinden. Ze vinden het geweldig.